Arnold Niesse is een kunstenaar van hedendaagse kunst. Hij heeft vroeger wel werk gemaakt van klassieke aquarellen. Hij heeft altijd geaquarelleerd, dus als waterverf op papier. En de laatste jaren is hij abstract geworden. Zijn overstap van figuratieve naar abstracte kunst heeft te maken met zijn reis naar New York. Daar kreeg hij te maken met de abstract kunstenaar Rothko, die hem liet zien dat je met abstracte kunst net zoveel gevoel over kunt brengen. Hij heeft in 1989 is hij een keer naar Amerika geweest, naar New York. En zoals hij gemerkt heeft in Amerika, dat de moderne en de abstracte hetzelfde gevoel kunnen geven als een figuratief schilderij. Alleen is het nog moeilijker omdat je de vorm loslaat. En omdat hij met het abstracte die gevoelens van gevoel, emotie wil overbrengen, is dat kunstwerk eigenlijk een medium. Arnold Niesse kan omschreven worden als een kunstenaar aan wiens werk het sublieme en het spirituele ten grondslag liggen. Het is zo om je ziel te leggen in die kunst, wat het is. En het net iets op te tillen vanuit de oppervlakte. Dus het gaat niet de oppervlakte in. Het verdwijnt dieper en het graaft wat dieper. En dan kan het spirituele komen. Als je er echt vlak voor staat, ook bij een werk van Arnold, dan zie je dat het iets met je doet. Dat het je raakt en dat het iets doet met je. En dat is eigenlijk het spirituele in de kunst. En het sublieme probeert hij echt zo goed mogelijk te zijn om dat tot een hoogtepunt te krijgen. De overstap van figuratief naar abstract zie je terug in zijn werk. Met name in zijn 65-delige serie van het Colosseum zie je al experimenten in de abstracte richting. Hier zie je dat telkens al aankomen. Hij laat het langzamerhand los. Hij gaat ook experimenteren. Naast dit werk gaat hij ook al wat abstracter werk maken. En dat is wel goed gelukt. Want je kan niet altijd stil blijven staan bij één bepaalde stijl. Je moet een ontwikkeling hebben, een vernieuwing hebben. Je ziet deze, het Colosseum, dat heeft vooraf gegaan aan die paarse. En dat is dat heet water en vuur. En daar zie je dus heel mooi dat het paars, en dat is ook gebrand. Er zijn ook echt brandvlekjes in te zien, niet door en door het papier. Maar dat is echt dat water en dat het botst. En dat is heel mooi opgelost in deze aquarel. Een vroeg werk van Arnold Niesse staat volgens galeriehoudster Loes Blom symbool voor de behoefte die de mens heeft aan kunst en cultuur. Het is geen gewoon broodje, het is een notenbroodje. Het heeft iets speciaals. En zoals een brood gewoon is en echt nodig is, hebben we iets speciaals, hebben mensen ook nodig. Echt, en dat is vaak kunst en cultuur. Dat speciale, dat is gewoon wat een mens nodig heeft, dat vult je accu. En daarom zeg ik altijd, mensen durven iets te doen, ook met kunst, durven. Kijk, zoals een kunstenaar doet, je kan altijd wel, wat we hier in deze streek vaak zeggen van, doe maar gewoon, doe gek genoeg. En dat vind ik zo erg, dat vind ik verschrikkelijk. En dan hadden we hier een keer een Vlaamse schrijver, Gaston Dunay, en die zegt, we gaan het omdraaien. En daar was ik het roerend mee eens, van doe maar gek, je doet al gewoon genoeg. De expositie is nog te zien tot en met 30 december.